through. Een nieuwe map. Een nieuw begin. En iets nieuws. Sam. Geluid. Hoi, ik ben Nick van NL Gaming. En dit is de map Crossroads. En we beginnen helemaal opnieuw. Ik heb al een aantal dingen gebouwd. Ik heb wat schuren bijgebouwd. Spullen binnen te zetten. Ik heb hem wat aangepast. Ik heb een nieuwe mod ga ik gebruiken. Die ik nog niet gebruikt heb. Deze mod die staat wel in de modder. De chicken pack. Ik weet verder ook niet hoe die heet. Dit hier. Dan kan je je kip voeren. En van dezelfde modmakers hebben we deze mod. Daar kan je hooibalen weer opstapel. Aangezien nog een grote veld is, heb ik er twee gebouwd. Ik heb hier ook nog een schuurtje bij gezet. Even wat spullen inzetten. Aangezien ik nog wat al leuk vind om dieren te doen. We gaan ook een aantal dieren nemen. Is natuurlijk wat regen. Hier heb ik nog een mod geïnstalleerd. Om wel eens vol te slaan. En deze vind ik ook leuk. Erg makkelijk. Nu kan je zien. Wat erin zit. Ik weet alleen niet of die wel accepteert. Sommige zijn weg, sommige zijn er wel. Zit er niet in, zegt hij, maar ik weet niet of het in kan, omdat hij dat hier laat zien. Volgens mij kan het er dan wel in, anders staat hij er niet tussen. Er zijn een aantal leeg. Maar dat zullen we gauw genoeg achterkomen. Of we dat ook erin kunnen. Dat er al tussen. Ik heb dat er nog wat ingedaan. Goed. Anders kunnen we nog een mod bouwen. Dat hebben we daarin. Dus. Laten we beginnen. Wat kunnen we gaan doen? Nou, we hebben veld 5, 12. 16, wat 15. En welke zijn we klaar? Veld 12 is klaar. Nou, dan beginnen we met online. Ik ben een groot soldeerfan, dus dit wordt ook soldeer. Ik ga wel met grote spullen. Ik vind het leuk. Grote spullen. Ik heb ook een ander mapje opgenomen. Ik weet niet of ik dat online ga zetten. Ik heb het geprobeerd. Ik vond er zelf helemaal niks aan. Die kleine mapjes. Er zijn wel andere mapjes die online komen. Een wat kleinere map. Maar dat doet er even kijken. Ik doe veel met helper en cosplay. Ik neem ongeveer een uurtje op. En na dat uurtje dan ja, of wat wel doen zijn. Ik heb deze map al eerder gespeeld. Ik vind het een hele leuke map. Ik vind het ook een hele makkelijke map. Spelen. Ik ben een rechtvelder.
Iets wat nu genoeg. Ik vind trouwens deze mop bijzonder goed gemaakt. Dit zijn de enige karretjes dat mij wordt op een knap opleiding. Dan gelijk eraf, altijd eraf. De eerste pot, gelijk. Altijd wel opgepot. En dan is het blij. Ik heb de pro-destruction mob bij elkaar staan. Wat wel in een realistische vorm speelt. Ik denk dat ik het veld ervan afhalen. Maar dat is misschien ook wel saai, want dan. Ik zet deze op helpen. Laat die dan lekker verder gaan. Wij even het trekker halen. Balenpers. Gaan we hem op auto zetten of op manual? Auto, want het zijn hele grote velden. Als ik nou een klein mapje heb, dan zou ik zeggen dat ik zet hem op manual. Want ongeveer de 30 rollen zijn de mappen. De rollen op. En aangezien er nogal grote velden zijn, ik zie iets van, ja. Dan ben je zo klaar. Dood. Die is al uit. Oh, die vind ik zo hinderlijk dat je dan elke keer die trigger moet starten.
veel met helpen, crossplay en dat soort. Oh, ik weet niet of dat al aangepast staat. Uit. Gemiddeld. Oh. Die verkopen we. Dat ben ik de verkeerde balen. Ik ben een beetje verkouden vandaag. Ik weet niet. Ik heb, ja. Ik heb een balen gepest. Ik ben benieuwd hoeveel balen die pest eigenlijk.
trekken de overblik op deze. Ik vind het niet de mooiste zonde, maar we hebben er nog een. Deze. En die heb 45. Frontend rol ik erop. Wielconfiguratie. Voorlaten optie. Maar dat kunnen we altijd nog doen. Zwarte velgen, vind ik hem wel gaaf. Kopen. Deze doen we geen frontgewicht op. Dat is eigenlijk de bijtrekker. Ook trek, nog een trekker. 7R. Brede wanden. Hier moet even een frontgewicht op. Frontgewicht. Die. Frontgewicht is trouwens ook een mot. Staat er een mot op. Een keeper. Die. Persoonlijk een mooie keeper. Lekker wat in. En. Ja, dat zullen we doen. Die is wel gaaf. Met rek erop. We gaan een normale erop doen. Ja. Nou, geloof ik een groen spulletje. Er zit alleen een verkeerde. Frontgewichtje eraan. Het enige wat ik niet heb, ik heb, ja, je kan het zien als één game, met Nieuw-Holland Hakselaar, Nieuw-Holland Combine. Ik heb voor Klaas, de Hakselaar, de Combine, en trekkers. Ik heb alleen geen vent Hakselaar. Ik heb voor Klaas geen voltrek. Maar ik weet het niet. Maar ik heb het niet. Iets in de wagen. Ik ben er niet zo heel handig, handig in met het achteruitrijden van deze kar. Met de schamel aan en aan. In het echt ben ik er wel even een stukje beter in. Ook. Yep, aankrap. Waar staat hij op? Square bills. Round bills.
heb ik ervoor. Oh. Rounded. Heel bad, wat een ding. ABW pallets. Pallets. Oh, hou. Leuk wordt. Dit is de mod, de Joske Trailer Pack van Flagship Modding. Deze mod die staat in de beschrijving. Nou, als het goed is, zet ik het aan en dan pak ik de andere niet. Hey, waarom gaat die nou niet verder? Iets verder. Oh ja, je kan wat verschil zien tussen die baan en die baan. Zo ook. Die is laag. Deze brengen we gelijk naar de oorzaak open. Nou, dan is de trek het weer tijd niet zo pak. Toch weer wat gaaf, twee Picara eraf. Ik heb nog 20 minuten opnemen. Zo, daar hebben we een beetje geld erbij. Ja, goed. Kijken, want dan zet ik hem op 1.5. Nee, die zet hem op square. 1.5. Curve position. En die nog op curve position. Baden ze eraan. Hey. Waarom hebben jullie de eerste keer weer? Ja, Alex, straks.
trouwens ook niet zo heel hard te rijden. Hey, dit was snel over. Wij komen die beugels in het geval. Ja, die beugels die zitten in de weg. Dat is wel jammer. Pak hem, pak hem, pak hem. Hey, kan het niet? Hey. Dat er een 1.4 bouw. Oh, nu zitten ze in de knoop. Oké, hier wordt dus niet aardig gevocht. Ik dacht dat dit er. Wie? Ja, dan blijft hij nog even ja, die beugels die moeten eraf. Ja, want nu is trouwens toch iets hebben. Ik heb ontdekt dat het makkelijkste is de banen en de beesten te verzorgen met de kraan. Dus dat gaan we ook doen. Balen klemmen bij.
Ja, wat voor ik er ook bij doen? Ja, ik heb nog geen schapen. Koeien heb ik niet nodig. We gaan eerst koeien nemen. Schuiven voorop. Klem. Dan moet ik even iets anders erbij nemen. Deze. Daar kunnen de spulletjes in. Dit is een verdomd handig karretje. Deze motor staat trouwens in de modder. En die is ook van flexiepotten. Ik vind dit wel een van de. Ja, geniaalste mods. Het karretje komt ook uit de modder vandaan. Allee, ik vind de kranen zo geweldig. Omdat ik het echt alles mee kan. Alleen soms. Oh. Is even wennen. Ik zou niet eens weten hoe dat met de muis moet doen, omdat ik twee joysticks gebruik om de controle. Goed. Oh kijk, dan heb ik dus deze functie. En als ik een andere muis, dan heb ik dus die. Ja, oké. Okay. Dus met de muis gewoon de linker en de rechter muis van. De dingen van wat al dat. Ik hoef hem trouwens niet weg te kunnen likken.
Hey, ik heb geen spam in het karretje leggen. Dat kan niet, maar... Maar het kan niet. Schiet ik het strobaaltje ook zo op, denk ik. Dan is het gelijk weg ook. Ja, hartstikke idee, opgeruimd. Ik weet niet of het wordt fluiten, maar het fluit hier gewoon, dat zijn de kozijnen. Oeh, nou zit hij aan de verkeerde kant. Maar dan moet ik er toch in rijden, alleen nog niet rijden. Dan gaan we even naar de drummachine. Het is niet per se een graankeeper ofzo volgens mij. Of alleen keeper, maar ik vind het gewoon niet leuk. Niet aan het niet meer krijgen. Jij hebt een nog grotere jaskin. Ik zie nog of het vol is of niet. Maar hij zegt ook storage, dat het op zich zou het er gewoon in. Je kunt wel even proberen met suiker. Veld 60. Want dan kun je indelen in twee velden. Dan kun je dit een beetje zien. En dan pak ik. Nou, dan kan je zien dat de kropdestructie aan staat. Ja, alles doet. Ik weet wat die werken straks ervan vinden. Oh, dat is wel.
drift under, or you die in a boat. Ik was even benieuwd wat van iedereen dat op de noodkap staat. En dit is de 74-10. Ja. 7-7. Gaan we naar die andere toe? Deze. Ja, die rekken moeten erover, die drukken nog een keer op z'n kant. Gaan we over. Even een keer op de kop. Oh! Nee. Oh, dit is niet handig. Dit is niet handig. Dit is niet handig. We weten voor waar we kijken. 1, 2, 3 nog. 1, 2, 3. Hij moet met optrekkers aan deze, die ken ik wel makkelijk. Ja. Hoi. Ik ga het hier ook knappen. Ja. Dit is wel wat trappen, maar het is te veel. Ja, ja, we zijn al bijna op de helft. Alleen de video is er wel al over de helft.
Ik had gepland om ongeveer een uur op te nemen. Nadat ik dan ja, op een video. Ik bewerk hem niet. Als er iets mis gaat, staat het er gewoon in. Dat vind ik best wel leuk. Ik klik. En ja, ik bedoel, het is niet omdat ik opneem dat ik dan de perfecte video heb opgezien. Ik vind het gewoon leuk om te zien bij een ander dat het fout gaat. Het moet alleen niet expres fout gaan. Ik zal de voertuig ook niet resetten, dan zullen ze hier crossbox niet zo heel snel in de sloot gaan. Zijn map als je daar de sloot in gaat. Autoterre range of zoiets. Ik weet niet hoe die precies heet. Maar dan moet ik die sloot echt. Dan moet het meer een kanaal dan een sloot. Ja. Die zou ik wel zeggen van ja, dan reset ik ze wel als ik daar in moet. Ja. Ik kan hem ook gewoon afmaken. Dan heb ik hem wel wat vangen. Op zich is het ook al bijna klaar. Gaat wel vlot. Hij is net vol, deze is jammer. Dat is net te laat.
hoop dat er een goede prijs is voor de tarwe, want dan kunnen we dat wegbrengen. Want we hebben wel lang niet al het materiaal gekocht. Deze is ook al bijna vol. Nou, ik heb net besloten, we maken het veld gewoon af. Het veld is er al af. Dit moet er nog af. Het is zo gebied. Hij is vol. De ene leger. Nou, bijna, ja, bijna af. Ik wil het niet zeggen, maar het begint op te schieten. Sommige zijn wat langer, sommige zijn wat korter. In de volgende aflevering gaan we echt het werk zaaien. Dit wel kunstmest gestrooid worden. Dat gaan we weer inzaaien. Zo gaan we wel even. Daar zijn we de volgende keer wel even lekker bezig.
Voorlopig hebben we wel even ons vertrouwen. Dus. Ik denk dat we hier kool zaten. En dat is wat grappig wat ik erop kan zijn. Nou, sorry man. Kunnen we even kijken wat de prijzen doen? Wat zit hier? Er zit niks in, die zijn nog van mij. Die is. 27 zeker, dit is niet van mij. Je zou in principe hier één veld van kunnen maken. Want dit zijn allemaal van die zandplaatjes. In de velden. Ze steken niet mooi over. Deze daarentegen. Zou je gewoon aan elkaar kunnen ploegen? Dit de ploeg erbij. Deze zou ook kunnen. En jij hier al bos. Even kijken, wat gingen we doen? Waar de prijzen? Ja. We gaan hier koolzaad in doen en die andere weten. En we gaan de bomen op de boerderij weghalen. Denk ik. Ga er bijna dicht.
Nou, met twee is wel lastig, nee, dat je druk die ene voor de overbouw van die andere. En, enzovoort, enzovoort. Oeh, 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 bijna de kar op z'n kant. Pak hem op, pak hem op, weg. Daar heb ik even niet op zitten letten. Ik had een beker heb ik in een lege achteraf. Nou moet ik weer door het glas heen. Oh, dat is eigenlijk niet zo handig om dat te doen. Ik zit even te kijken of dat hij nog moet.
denk dat hij nog 2, 3 baantjes. Ja, 3. Oh, de tijd staat nog op. Nou, dat was de kachel. Dat is, ja. Ik heb een oude gaskachel. En die gaf ik een tikkie. En dan heeft hij een tikkie terug. Nou, even terug. Maar glitch je nou in elkaar. Hij is langs de deur. Zonde hoor, het ziet er zo mooi uit. Dan heb ik die triangel iets langer moeten maken dan die andere maken. Ja, en de trekhaak had wat meer. Die zit wel goed. Die stekker zit op een rare plaats, hè? Maar die zit normaal natuurlijk in de trekker, ik snap hem al. Ja, hier, daar. Die triangel hadden we wat langer gemogen. Die hadden we wat langer gemogen. Kijk, want hier zit hij natuurlijk wel goed, die stekker. Hier zit hij netjes in de trekker. Daar. Kun je niet schrikken, dan gaat de kachel nog een keer. Bam. We zijn weer vol. Iemand is blijven op YouTube. Een onderspelling. Ja, joh, dit is eigenlijk ook een eigen onderspelling. Maar dit is een. Ja, ik weet niet wat voor spelling het is. Die interesseert me niet zo.
Misschien dat we binnenkort weer een keer euro terugvinden, maar dat is nog niet helemaal. En ik weet ook niet wanneer dat is. Euro terug wel leuk. Maar ik ga niet los. Ik andere dingen aan het doen ben. Veel meer keuzes. Kiezen wat je erachter wil. Kijk, geen ruimte meer. En dan nog een. Hoppa. Iets eind. Die het doet, dan doet. Die het ook. Iets eind. De kleuren van de schuur hier kloppen niet helemaal. We zijn bijna klaar. Ik speel het wel op de computer. Alleen ik speel het met een Xbox controller. Puur omdat ik dat het makkelijker vind met rijden, kranen. Ja. En ik woon ook niet zo ruim. Dus ik gebruik de laptop eigenlijk voor je. Ja, ik speel het op de laptop. En dan moet je het zien dat ik heb het gewoon op de tv aangesloten. En elke keer wat ik dus zet er, kan ik zeggen, die moet ik dus ook elke keer weer opruimen, want dat kan niet blijven staan. Misschien dat geluid de ene keer beter is de andere keer. Want dan heb ik de microfoon dichterbij of verder weg. Ja. We gaan het wel beleven hoe het eruit gaat. Kijk, dan moet één keer heen en weer. En dan is het klaar. Moet jij niet wat verder ervan af? Ja, we gaan nog één keer heen. Ja. Excuus. Oeh, dat ging net goed. Bijna dat ding is dood. Deze kan ik zo weer vol. Dat is alles weer. Oh, die miste ik. Die moet ik even pakken. En de graantank is ook weer vol van de helft. Weet u? Oeh, gaan we lekker vandaag zeg. Niezen, gapen, alles tegelijk. Ja, nog maar eentje terug. Dan moet ik stop. Eentje terug en dan is het klaar.
deze verleden. Ik heb het laatste toekomst. Het zou toch mooi zijn als hier ook koffie kan. Wacht, ik ga maar even wat proberen. Als ik nou een extra silo koop, dan hebben we gelijk de mod ook getest. Oh, die staat in het begin hier. Een grote silo. En die zitten we hier neer. Ik kan geen koffie. En hij leest het ook niet, want hij laat niet zien wat er erin komt. Ja. Oh, hij is al op de terugweg. Oh, hij is al op de terugweg. Dan gaan we met hem er ook heen. Of ik heb een verkeerd poort, dat kan ook. Dan komen we straks af. Nou, we gaan nog een silo bij, want er is hier ook wel een. Hierachter heb je de keerlus. Ik heb er genoeg op de koers bij. Laatste beetje. Deze moet op zoek naar een bultje, want ik ga het niet. Ik denk niet dat dit genoeg is. Nee,
ken ik hem niet leger. 272 balen, dat bedoel ik. Deze met Disney. Ik kan nog wel overhouden. De balen best wel groot. Ik weet niet of dat geluid hoorbaar was, hoe ik ben scherp. Maar de hond schudde zich uit. Met een hondje. Met een Sjaap. Hey Sjaapje. En ik wist dat ik het tegen de tafel zou moeten zitten. Ik heb de oogst gezien, dus ik moet ook kracht dragen. En dan zit ik te kijken hoe mooi ik een spuur kan bouwen. Waar ik mijn machines binnen kan zetten. Die kan ik hier al neerzetten. Oh, deze mag terug. Ik zal de karretje ophalen. Deze voor de combine. Kort op de. Die zijn alweer klaar. Even de laatste baal opruimen. Oh, oeps. Diep weg. Ik kan hem zelf meenemen, maar ik vind dat ik weet niet. Ja, dat is overdreven. En op zich, je kan dat altijd met de trekker doen. Ik bedoel, het mijbord kun je meenemen met de trekker die je gebruikt voor de keeper. Dat valt ook wel mee. Dan ben ik benieuwd wat het.
Die laat hij net weer liggen. Ja, we gaan straks toch terug. Oh, dat is een drastisch weer gedaan. Ja, die wil... Oh! Oh, hier had ik mooi die balen. Het prijsspel wel gehad. Wordt toch gelijk gestudeerd. Dat is helemaal geen probleem. Are you kidding me? Dan moet ik dus weer terug voor dat ene baaltje. De balen zitten er aan op. Oeh. 1, 2, 3, 5, 6. 6, 12. De palen en ik had er één voor 36. Dit is die normale. Hier 36 bills. Volle trailer. Maar ik weet niet of die. Die heb geen. Denk geen koppeling. Ja, ik vind die trailer ook niet. Inderdaad. En volgens mij is dat ook maar één maat. Nou, dat laatste baaltje nog ophalen. Dikke filmkorde van anderhalf uur. En dan zitten we alles binnenin. Ja, die rekken wordt het recht, maar. Ik zal wel even... En dan gaan we dit de volgende aflevering met kunstmest instrooien en inzaaien. Dat dat ene baaltje blijft liggen. Ik knoop wel even alles achter me aan. Ik ben er niks in. Wat denk ik? Karo.
plunnen. Dat is niet goed. Het mij wordt er maar op weer. Hier zit ik de overzien neer. Dat is een die mag wel even weer opnieuw op. We hebben er even heel simpel nog een professioneel. Gewoon zo rond te komen. Ik kan hem niet aankijken. Oeh, daar zit iets voor problemen op te lossen. Moet er zo wel bij. Laat ze gaan voor. Kijk eens. Nou, dan gaat er toch nog iets mis. Dit is voor niemand. Daar gaan we nog een stukje van. Dan moet je wel lekker van erop. Die ding is 14 meter lang. Halen we snel die rekken er even af, want dat is gewoon praktisch zo handig. Oh, heb ik de kippen? Dat is niet mooi. Dit is echt niet echt chicken hier al. Dat is hier weg. Beter hier neerzetten.
Oh ja, we gingen die gereedschap zien. Die staat hier ook. Die andere ook even. Oh, die gaan we gewoon om die kaart. Even een check. Mag ik maar hier? Op. Oké. Oh. Oh. Toevoeg daar. Ja, dan zijn het gewoon platte karren. Hé, hey, die kaart die glitst een beetje. Die worden nog niet diep doorgedroeg. Ja, dat is niks op het dak. Nou, dan hebben we vandaag heel wat gedaan. Oh, wat draait het mooi om die twee stoelen. Nou, die netjes naast de rest. Dan is voor vandaag alweer klaar. Dan hebben we gedaan wat we moeten doen. Mooi zo. Drie van deze parij. Nou. Ik denk dat dit er wel was voor vandaag. Vond je dit nou een leuke video? Druk dan even een duim omhoog en vergeet ook niet te abonneren, want daar help je mij ontzettend mee. Ik hoop jullie de volgende video weer, dat jullie die weer gaan kijken. En ja, was hem eigenlijk wel zo. En wat we dan gaan doen, dat zie je dan wel weer. Ik weet het zelf ook nog niet. Ik zie het wel. Ik denk dat we deze gaan inzaaien en het gaat erachter. En we zullen die we net geoogst hebben ook gaan inzaaien. En misschien dat we dat wel behulp, dat we dat zelf niet doen, maar dat we dat later doen. En dat we dan zelf bomen weg gaan halen. Met de kraan. Bijna van alle twee. Dus dat gaan we wel zien. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!